uit je hand. De wind die waait je zinloos strand. Het is net even onder nul. Winter slaakt een diepe zucht. De sneeuw buiten op het hoge berg. Rust. Met het springgetij loopt de slufter weer eens vol. De wind jaagt golven over land. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Interessante Tijden TV. Dit keer zijn we op Texel aangeland. En wel bij niemand minder dan schipper van de TX-10, Frido Boom. De ongekroonde Trump van Texel. Of van Oudeschild, mag ik wel zeggen. Zeker. Ja. Jij... Leuk dat we bij jou aan boord mogen zijn. Ja, dankjewel. Ik had al meteen het idee, we lezen iedere keer ook jouw ochtendopinie, waar je gewoon lekker stevig op een, ik mag wel zeggen, een beetje rechtse manier de actualiteiten belicht. En ik dacht meteen, jou moeten we echt in de uitzending hebben ook gewoon, want het motto liever dood dan slaaf, wat de Friezen hebben, dat past ook in deze uiterste westpost van het Friesland, past dat natuurlijk ook wel bij jou. Ja. Wat heb jij met liever dood dan slaaf? Wat zegt dat jou? Nou, ik ben meer een beetje van het principe, gewoon maak van je hart geen moordkuilen. Dat kun je wel zeggen. Ik denk dat ook een beetje het probleem is de laatste jaren, dat iedereen die houdt zich maar in, en dat moet je gewoon niet doen, je moet gewoon zeggen hoe het is. Denk je dan ook dat je op de langere duur meer aan mensen hebt, als je gewoon weet dat je dat bij ze kan zeggen, dat ze dat kunnen relativeren? Absoluut. Is het dan ook zo, zeg je maar, hè, want je hebt steeds meer van die metromannetjes. Je hoort het ook in die reclames trouwens. Hè? Dan hoor je van, oh, kijk nu naar je nieuwe coach. Je hebt zo'n metroman stemmetje dan. Er is niet meer één gewoon die het gewoon zegt hoe het zit. En ik hou er wel van. Je moet gewoon zeggen zoals het is. En dat je af en toe dan mensen kwetst. En dat is andersom ook zo, dat mensen jou dan af en toe kwetsen. Nou ja, dat moet je dan maar voor lief nemen. Ja, dat moet je toch ook kunnen hebben. Je moet toch gewoon tegen een stootje kunnen. Dat vind ik wel, ja. Ja. Dus dat is het dan. Alles wat ik zeg in mijn ochtendopinie, dat is op persoonlijke titel. En zo sta ik erin. Ja, oh, ik schenk ondertussen even lekker biertje in. En dat is mijn mening. En wat een ander daarvan vindt, joh. Ja. Cheers. Cheers. Thanks. Nee, dat is inderdaad zo. Maar dan weten mensen wel wat ze aan je hebben. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dan zeggen van ja, maar daar bereik je dan niks mee. Er is ook mij toen ooit gezegd door zo'n ambtenaar van Staatsbosbeheer, Riepke, zo ben je niet effectief. Nee. Dus de balans tussen eerlijkheid en effectiviteit. En dat wordt ook wel over jou gezegd van ja, leuk, hij schopt er dan wel tegenaan, maar bereikt hij niet, hij wil niet echt iets doen dan. Ja, zo, ik, zeggen ze dan. Ik wil van alles doen, alleen je moet je eigen wel natuurlijk ergens dan thuis voelen. Ze hebben hem ook wel eens een paar keer gevraagd voor de politieke partij. Ja. Maar je moet je eigen dan wel thuis voelen bij een partij. De Trumpiaanse partij Texel? Die ga ik zelf oprichten. Nee, oké, ik zou zeggen, want je hebt wel de echt originele Trump 2024 Zeker, ja, dat is die heb ik gekregen van iemand en daar ben ik echt blij mee. Ja, ik zag ook al op jouw Facebookpagina, is het ook Trump all over the place. Ja, en ik ga ervan uit dat hij gewoon volgend jaar weer dit jaar al. Commander-in-chief is. Maar ja, goed, dit jaar herkozen en dan volgend jaar zit hij weer in het Witte Huis. Daar ga ik vanuit. Ja. Maar we gaan het nou eerst even over hebben over wat jouw echte vak is. Jij doet al sinds 1994 van die waddentochten. En je hebt gewoon zo generaties waddentoeristen ook met hun kinderen opgevoed. Zeker. In een realistischer geluid van de natuur. Ja. En ik kreeg dit op de deurmat. En dit is gewoon vanuit het Europees Parlement. Er gaat echt een schok door je heen. Je hebt dus allemaal scholen, middelbare scholen zijn dus via het Europees Parlement aangesloten als een ambassador school. En dan krijg je zo'n Extinction Rebellion protest, van die verongelijkte protestkoppen voorop. En daar staat dan Youth in Charge. En dan krijg je echt, wat kan ik doen voor groen? En daar heb je dus echt campagne tegen vlees eten, Save Our Planet en Youth in Charge. Kinderen komen dan vanaf de middelbare school terug en die zeggen dan tegen hun ouders, ja, vlees eten is slecht voor de planeet en je mag ook niet vissen. En wat jij deed is precies het tegenovergestelde. Ik vond het zo mooi. Maar want dit is dan natuurlijk ook een voorbeeld, maar zo las ik gisteren of eergisteren dat kindertjes bijvoorbeeld ook een briefje krijgen in hun broodtrommel wanneer zeg maar de maaltijd die ze meekrijgen van thuis niet naar het zin is van de linkse leraar indoctrinatie. Oh mijn god, dat het niet gezond genoeg voor ze is of zo? Bijvoorbeeld een wit broodje in een broodtrommel, vreselijk. Ja. Ja, dat ken echt niet. Oh nee, maar dat is gewoon die betutteling. Dat is een beetje hetzelfde als ambtenaren met drones die hier maar nu al dat krijgen wij steeds meer aan boord ook.
kinderen die willen wel, zeg maar, vlees eten. Mm-hmm. Als de papa en mama dat al goed vinden. Want ja, het liefst natuurlijk soja en vega. Mm-hmm. Maar ze willen niet weten waar het vandaan komt. Hier op Texel, daar gaan alle kindertjes op de kleuterschool al naar de schapenboerderij. Ja. En dan wordt ze precies gezegd en laat ze ook precies zien wat er op een boerderij daadwerkelijk mm-hmm. gebeurt. Maar dat is op Texel. Ja. En, maar dat is de basisopvoeding die je eigenlijk... Vind ik wel. Ja. Ik bedoel, als jij weet wat je eet, dan moet je ook weten waar het vandaan komt. Ja. En tegenwoordig, en dat merken wij ook met onze gasten, alles is zielig. Ja. Alles is zielig. Echt, als er een krab valt op dek, want ik bedoel, je bent toch, je vist toch. Mm-hmm. Als er een krab valt op dek, nou, je krijgt de meest vreselijke verwensingen. Ik weet nog dat ik met jou ben wezen meevaren. Toen waren van die GroenLinks PvdA-achtige... Ja. Je ziet het ook meteen aan het gezicht. Ja. En de man die heeft dan zo'n ziekenfondsbrilletje en zo'n gevoelige blik in de ogen. En de kinderen die zagen die zeester. Ik dacht van, oeh, die zeester, die moet ik weer terugzetten in het water. Want oeh, anders dan... Dus dat idee een beetje. Ja, dat idee. Maar terwijl, want ik luister iedere zondagochtend naar Vroege Vogels. Mm-hmm. Ja, je wilt niet geloven. Met nee joh. Maar is dat om initie voor jouw ochtendopinie? Nou, ik aan het eind van de uitzending zit je weer te koken. Ja, dan heb ik een gelijk hartkloppen. Ja, ja. Nee, maar goed, er zijn ook onderwerpen wat gewoon gaat over de natuur. En kijk, je moet één ding niet vergeten. Een visserman of een Waddenzeebewoner, die is per definitie is ook best wel een natuurliefhebber. Uh-huh. En wij zijn ook vanuit ons vak natuurliefhebbers. Wij willen, zeg maar, ik heb ook een zoon, ik heb twee zonen, maar die ene die wil het bedrijf graag overnemen. Oh, dus dat heb je al voor elkaar. Ja, en ik wil, hun willen ook graag door, zeg maar. Dus wij zijn als vissers, zijn wij gewoon, en als toeristisch ondernemers zijn wij gewoon per definitie natuurliefhebber. Ja. En alleen zit je dan niet aan het ecofascistische kant van het spectrum, dus maar uit een realistische manier van oogst uit de natuur. Ja, wij zijn hier geboren en getogen. Wij vanaf kinds af aan komen wij hier al op het wat. Mm-hmm. En dat was natuurlijk met mijn vader, was ook altijd visserman. Mijn opa was visserman. En wij zijn hier opgevoed, opgegroeid. Ja. En als ik kijk dat ik ter wereld kwam, hè, dat je opgroeit en waar je nu zit, 53 jaar later. Mm-hmm. Ja, en wat we niet meer mogen en wat ons opgelegd wordt en de regeltjes en klerenzooi. Ja. Terwijl het wat er naar mijn beleving ook niet beter op is geworden. Dus ondanks al die beperkingen en ondanks al die dingen waarvan je zegt je moet dat doen, is het wat er volgens de biologen niet beter op geworden. Dus wat dat is dat laatste rapport weer van Bureau Waardenburg. Dat was Witteveen en Bos. Ja. Was in opdracht van Rijkswaterstaat gedaan, ja. En daar zie je ook, en omdat ik nou goed in dat dossier zit, is inderdaad zo, kijk, de voedselrijkdom van het wat is afgenomen, omdat je minder vruchtbaar water hebt. Minder fosfaten. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dat is nou juist wat ze nu uit dat rapport hebben weggelaten. En dan schuiven ze dat met allemaal halfslachtige verhaaltjes hier in de schoenen van vissers. Bodemberoering moet het dan wel zijn. Ja. Oftewel, als de buurvrouw de moord niet heeft gepleegd, dan is het vast de buurman geweest, want die woont met die vrouw samen. Ja. Op die argumentatie komt dat dus. Maar kijk, neem alleen al het bodemberoerende gebeuren. Mm-hmm. Daar wordt niet over gepraat, over baggeren. Er wordt niet over gepraat over kabels ingraven. Er wordt niet gepraat over windmolens die 30 meter de grond in worden gehengst. Nee. Al dat soort dingen worden niet meegenomen. En het wordt heel duidelijk op de belangen. Wordt ook niet meegenomen. Ja, wordt heel erg duidelijk op de belangen. Wordt afgestemd. Rijkswaterstaat heeft natuurlijk geen belang bij dat al die suppleties van hun, dat die in een beklaagde bank komen. Ja. Dus hebben ze hetzelfde verhaal, hebben ze dus, dat is echt eigenlijk heel lullig gedaan. Heb ik notabene, 10 jaar geleden heb ik dat idee aangedragen, door toename van zandsuppleties, dat die Amerikaanse zwaardscheden, die ENSIS, dat die toenamen. Ja. Want die kunnen zich sneller ingraven. Ja, ja. Maar wat hebben hun gedaan? Ze hebben datzelfde idee, hebben ze gewoon op de visserij geplakt. Nee, het is de visserij waardoor dat komt. Ja. En dat verhaal hebben ze dan eerst met de Waddenacademie gelanceerd. Ja. En daar overheen komt dat nou dus met dat evaluatierapport van Natura 2000. En pof, daar zit je alweer. Dat was een beetje de eerste keer dat ik jou ontmoette. Mm-hmm. Ik denk in Trebol in Hardlingen. Jezus, dat is alweer 15 jaar geleden. Toen begon het gezeik al met die gesloten gebieden boven de Waddenzee voor de Zwarte Zee eend. Ja. En als je kijkt waar we nu zitten, het is echt bizar. Ja, ja. Je hebt alles ingeleverd. Jullie zijn hier net een rondje over de haven geweest. Ja. Ja, de haven bij ons is leeg. Het is één groot drama. Ja. Wij hadden in die tijd, hè, dat ik jou leerde kennen,
Hadden wij een prachtige mooie vissersvloot. Er is helemaal niks meer van over. Nee, dat was inderdaad zo. Want toen kwam ik hier ook steeds vaker. Ik ben ook vaker met jou mee geweest toen. Even lekker vissen, even een biertje en even, even lekker aan roeren. Havenfestijn en al dat soort dingen. Ja, precies. Ja, hartstikke gezellig. Ik heb hier ook nog gelogeerd, ook bij jou aan boord. En ook bij de andere lui van de Beam van der Vis. Was hier altijd super gezellig. Ja, ja. En nu kom je hier en is alles gesloten. Alles door is dood. En, is dood. Is het dood alweer. Ja, ja. Ja, onze haven die is leeg. Ja, maar goed, voordat wij als een paar boze oude mannen gaan somberen. Hè, want dat moet natuurlijk niet, niet de bedoeling zijn. Want het idee was natuurlijk, heb jij wel het idee dat jij door, met jouw beperkte territorium hier, je hebt hier jouw boot, jij krijgt allemaal toeristen aan boord, er zijn ook allemaal kinderen bij. Ja. En eigenlijk doe jij nu al 20 jaar aan op realistische natuureducatie. Ja. Dus dat je ze toch laat zien, hier komt je voedsel vandaan, de natuur is niet zielig, de natuur is hoe die is. Ja, maar als jij tijdens zo'n tocht... Maar heb je het idee dat dat toch op een of andere manier... generaties iets extra's mee heeft gebracht, gegeven? Of? Ik denk het wel, want, je merkt gewoon met name aan kindertjes die vroeger meegingen, zeg maar, vanaf 94, die nu zelf papa en mama zijn, juist die kinderen die krijgen toch wel een beetje een opvoeding van realiteit. Dus het heeft wel gewerkt, denk je? Ja, maar dat zijn ook nog steeds de viseters van tegenwoordig. Ja, hè? Ja, ja. Absoluut. Want ik heb ook mijn prachtige neefje toen, Wout, meegenomen bij jou. Ja, weet ik ook nog, ja. Ja, was hartstikke leuk. En jij gaf eerst een zo'n lekkere tirade aan boord ook tegen die GroenLinks fascisten. En nou ja, dat kwam er allemaal heerlijk uit. Bijna als een soort gangsterrap bijna, hè? Tesselse gangsterrap. En mijn neefje die lekker aan boord ging en die garnaaltjes pellen. En het was eerst van, ik wil lekker op mijn iPad, hè, met zijn Leidse accent. En naderhand was het, ik vind de natuur veel leuker dan mijn iPad. Ja, en zo moet het. Dus je had daar wel wat bereikt. Ja, maar goed, al zijn het er maar een paar. Maar, ja, ik weet zeker. Ja, dat komt ook omdat zijn ouders, die zijn ook meer aan de rechterkant van het spectrum, zeg maar. Die hebben het licht gezien. Nou, die hadden het niet eens hoeven zien, dat zat er al van jongs af aan in. Hè, zijn moeder is Uruguayaanse bijvoorbeeld en die... Dat is dus ook het rare met kinderen. Ja. Kindertjes worden door hun papa en mama eigenlijk op een bepaald spoor gezet wat ze zelf niet willen. En want kinderen zijn niet zo. Kinderen zijn niet zo. Kinderen worden gemaakt door de papa en mama, hoor. Absoluut. Ja. Kinderen zijn... Kids didn't change, parents changed. Parents changed, ja. Parents do. Dat is het. Dat is geen twijfel over mogelijk. Nee, want wij groeiden nog normaal op. Daar had ik het ook met... Ewout had ik het ook nog over. Ewout de Groot, dat is ook jouw maat van vroeger. Die is al bij ons in de uitzending geweest. Dus kijk ook nog even bij de uitzending van de fantastische natuurschilder Ewout de Groot. Ook lekker Liever Dood dan Slaaf. Hij had ook al zo'n Liever Dood dan Slaaf vlag. En ook ons Liever Dood dan Slaaf boek, als je dat nog wil bestellen. Dat staat bij mij ook in de boekenkast. Ja. Dat is mooi. Zeker. Hoppakee, LieverDoodDanSlaaf.com, daar kan je het nog steeds voor bestellen. Maar dat is ook een vorm van realistische natuureducatie. Dat je ook ziet dat er niet een of ander mysterieus, holistisch evenwicht is. Alsof is de natuur een soort New Age festijn. Maar waar alles in harmonie met elkaar omgaat. Maar dingen veranderen steeds. Ja. En die verandering laat ik ook door de geschiedenis van Friesland in het boek zien. En zo wil ik ook een beetje mijn steentje bijdragen aan normale natuureducatie. Ja, maar goed, er staan bepaalde dingen op de agenda in Nederland, in Europa... Nou. En de visserij uitbannen is daar één van. Ja, je ziet dat heel duidelijk al gebeuren. En je ziet het op de Waddenzee helemaal. Want het Wad moet gewoon één natuurgebied worden. Ja, en onderzoeksaquarium of zo. Ja, het liefst wel. Een beetje vreubelen, op het Wad. Ja. Dat vinden ze het prachtig. Weet je nog dat ik had laten zien? Dat ging vanuit de Waddenzee secretariaat. Ik kwam een kunstenares tegen. Die had de opdracht gekregen van maak even een leuke postkaart voor de Waddenzee. En zij dacht, ze kwam uit Noord-Duitsland, waar garnalenvisserij in Husum en Busum is gewoon een toerismeobject. Ja. Zoals dat hier eigenlijk ook was, want de haven is levendiger door de visserij hier. Zeker. En als je daar in Busum ook in het voorjaar komt, nou iedereen, het loopt storm. Mensen kamperen daar, ze willen allemaal krabben eten en zo. Ja. En, dus wat had die kunstenares op die kaart gemaakt? Een garnalenvissersbootje natuurlijk. Ja, vaten bingo. Ja, van de directie van het Waddenzee secretariaat moesten dat bootje veranderen in een zeilbootje. Ja. Oftewel, het mag alleen nog maar een recreatiegebied worden. En dat zijn ook de notities die je nu ook bij de Waddenacademie ziet. Dan zie je dat men meer voor een soort waddenambtenarij een groter verdienmodel creëert. En dat de visserij, hè, daar is dat nieuwe rapport ook voor, van de visserij moet krimpen. Je ziet het nu al gebeuren. Dat is de kant inderdaad waar ze op zouden. Ja. En ondanks dat...
jouw zoon kan dit gewoon nog lekker overnemen. Nou ja, goed, ja. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe de stikstofregels zich ontwikkelen, de gesloten gebieden. Ja. Kijk, daar heb je hier vanuit Oudeschil met jouw zeehondentochten toch heel last van? Of, Nou ja, goed, wij zijn een vissersvaartuig, dus wij moeten ook gewoon voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een vissersvaartuig. Ja. Maar neem alleen al het feit dat als wij zo'n tocht maken, dat duurt een paar uur, stel je voor dat ze hier ook een gesloten gebied gaan maken waar wij niet meer in mogen. Ja. Dan is het ook einde verhaal. Dan kennen wij geen kant meer op. Nee, maar je gaat hier nou toch meestal zo onder Oudeschil. Ja, maar goed, voor hetzelfde gaat gooien ze dit ook dicht. Ja, dat zou wel bij Eierlands Gat hebben dat gedaan. Dat hebben ze ook dichtgegooid, ja. Ja, ja. Ja. Dus als ze dat hier ook gaan doen, ja, dan ben je ridder te voet. Ja. En nou richten wij ons wel op het toerisme. Mm-hmm. Absoluut. Alleen, ja, je bent voor de wet nog steeds visserman. Ja, nou heb ik ook gezien, je had zelfs even een samenwerkingsverband met natuurmonumenten. Ja, toen had je zo ook zo'n eierend op je dat dek. Klopt. Wat is daarmee gebeurd? Nou, dat zal ik je uitleggen. Kijk, met jouw ongezouten opinie, kan ik me voorstellen. Dat is dus een van de redenen waarom ik ermee gestopt ben, of waarom wij ermee gestopt zijn. Wij hebben op een gegeven moment moesten we varen met ProSea. Oh my god, ja. Die gaven toen van die bewustwordingscursussen voor de koopvaardijen en offshore en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik vanuit het NIOS, was er iemand die vond dat ik bepaalde dingen niet meer mocht zeggen. Ja. Nou, en dat weiger ik gewoon. Ja. Ik, dat werd je echt letterlijk verteld. Ja, weet je ook wie dat was van het NIOS? Ja, dat weet ik wie dat was, ja. Ja, ja, wie? Dat was Jan. God, nou. Oh, of Johan van der Koppel misschien? Nee. Onze biobouwer? Nee, Boon. Iemand van Boon. Ja. En die vond dat ik gewoon bepaalde dingen niet mocht zeggen. Mm. En ja, dat weiger ik gewoon. Ja. Hè? Ons verhaal, wat wij vertellen, dat is in de eerste plaats is het ons verhaal. Mm-hmm. Hè? En ja, daar kan je het mee eens zijn of kan je het niet mee eens zijn. Maar wij kijken daar anders naar als een bioloog. Hè? Dat snap ik. Terwijl, ja, of als een ecoloog, want je moet wel verschil maken natuurlijk. Ja, oké. Maar ik mocht bepaalde dingen niet zeggen. En toen heb ik gezegd van, dan stoppen we ermee. Ja. En kijk, het rare is dat de mensen van Natuurmonumenten hier op Texel, mm-hmm, en dat is Don Boot, Lorantinga, dat zijn supergoeie mensen. Ja? Die hebben echt hart voor hun, voor hetgeen wat ze doen hier op Texel, hebben ze absoluut hart voor. Nou, oké, dus die bestaan nog wel. Jazeker, maar in Schravenland, mm-hmm, daar zit weer een managementlaag. Of nu dan in Amersfoort. Maar daar zit een managementlaag. Ja. Ja, en dat is de kwade genius. Ja. Ik weet zeker dat in bijna alle gebieden van natuurmonumenten, mm-hmm, dat daar mensen werken. Mm-hmm. Hè, zoals die Don Boot en Loran. Ja. Die hebben absoluut hart voor het gebied. En die zien ook wel wat er goed is voor het gebied en wat er fout is voor het gebied. Ja. Maar die worden altijd overroeld door het management. Ja. En daar gaat het mis aan. Ja. Dat heb ik vanmorgen geschreven over managers. Ah, ja. Dat is gewoon, daar gaat het gewoon helemaal mis aan. Klopt. Had ik ook inderdaad deze week op Interessante Tijden hebben gekeken naar de groeiende risico van blackouts. En dat komt gewoon doordat de stroomvoorziening, dus het netbeheer, is overgenomen door managers die bedrijfseconomie hebben gedaan, maar die geen lore weten van natuurkunde. Helemaal niks. En die wel dus helemaal geloven in die groene ideologie van we schijnen van wisselvallige weersafhankelijke energie schijnen we te kunnen leven. Er is ook net een notitie van uitgekomen, ook weer Rob Jetten, nou die weet natuurlijk ook nul van energie. Niks. Maar dan komt al de slimme meter om de hoek kijken van hoe kun je die wisselvalligheid van levering en aanbod, hoe kun je dat compenseren? Dat ze jou op afstand kunnen gaan dwingen om bijvoorbeeld alleen maar te wassen als het hard waait. Ja. Die kant gaan ze al op. Nou, dat kun je alleen bedenken wanneer je een managerscultuur hebt. En niet wanneer de ingenieurs die aan de grond aan de knoppen zitten, die hadden nooit met zulke voorstellen gekomen. Maar dat is natuurlijk met die hele controle-economie wat ze willen. Of controlemaatschappij. Ja. Mm-hmm. Het wordt straks zo. Alles is al digitaal. Ja. Dat wordt natuurlijk nog veel erger. Mm-hmm. En straks sta je bij de benzinepomp. Of in jouw geval, misschien jij rijdt waarschijnlijk geen Tesla of andere elektrische auto. Maar dan sta je bij de pomp of bij de stroomkast om je Tesla op te pompen. En dan, hè, of eventueel bij de benzinepomp. Mm-hmm. En dan zegt je elektronische passie, die zegt van, hey, jij hebt van de week al 10 kilometer gereden. Ja, ja. Dus geen benzine meer. Die controlemaatschappij ga je op. Of bij de supermarkt, dat je al te veel bier hebt gekocht. Of dat je al te veel sigaretten hebt gekocht. Ja, uiteindelijk kan dat een scenario zijn, maar het meest puntensysteem. Ja, maar het meest recente scenario werd nu al als Kamerbrief werd gewoon letterlijk al besproken. Ik heb het gelezen. Van,
Ja, hè? Ja. Van, nee hoor, het waait niet genoeg, dus ja. Je mag niet met je laadpaal nou je elektrische auto opladen. Ja. Die kant gaan ze al die op. Die kant ga je op. Ja. Dus iedereen met een slimme meter. Ja, die is de lul. Die is de lul. Ja. Nou, dat ja. Hebben wij die, dus. Die is niet slim geweest. Wij hebben geen slimme meter. Nee. Op zo, die moeten inderdaad. Benen. Ja. Ja. Maar draag eens even jouw vrucht voor, dan dat mensen even een hint van jouw proza kunnen krijgen. Hoe je de managerscultuur op zijn Tessels Trumpiaans genadeloos de bodem in praat. Nou, ja. Even kijken hoor. Ja. Oké, okay, dan jouw ongezouten opinie vanaf Oude Schild hier, de TX10. Over de managercultuur en hoe je dat moet vervangen door eigenlijk denk ik door mensen gewoon die in de praktijk staan. Nou ja, goed. Wanneer werden de thesen aan? Want het gaat eventjes. Ik moet er even wat van tevoren bij zeggen. Kijk, de TESO, die heeft aanlandbruggen. En die aanlandbruggen zijn van Rijkswaterstaat. Maar die moeten al heel lang gerenoveerd worden. En dat duurt maar en het wordt maar uitgesteld, Toen kwam ik vanmorgen, dat ik de krant las, een stukje tegen, of eigenlijk gisteravond al, over het vervangen van de Van Brienoordbrug. Mm. Dat ze die hele aanbestedingsprocedure weer over gaan doen. Rijkswaterstaat. Dus. Wanneer werden de TESO-aanlandingsbruggen nu ook alweer vervangen, gerenoveerd? Dit is nou typisch het voorbeeld waardoor Nederland compleet naar de kloot is. Uitstellen, uitstellen, uitstellen. En dan gaat het op een gegeven moment mis. Exact hetzelfde als met het bouwen van huizen. Even los van het feit waarvoor je enorm veel huizen aan het bouwen bent. En bouw je voor de Nederlanders zelf. Of, ja, dat bouw is je, in ieder geval, nee, of bouw je voor de asielzoekers en gelukzoekers. Ja, wij hadden immers, had je de aflevering vorige week gezien over die ambtenaren, waterambtenaren Warntaal. Ja. We hadden dat liedje 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ja, dat was eind jaren 90. Ja, dat wordt nu. Dat wilden ze naar 19 miljoen maken. 4 miljoen erbij. En dat is niet van de eigen autochtone bevolking. Nee, maar goed, dat is dus ook waar ik het dan in mijn stukje over heb. Dat het, kijk, het is niet racistisch bedoeld, want dat wordt er al gelijk aangehaald als je het zegt. Nou ja, kijk, het is gewoon realiteit. Ja. Waar bouw je voor? Ja. Maar ook, en dat schrijf ik dan ook, maar net als vragen stellen over bijvoorbeeld coronavaccinaties, mm-hmm. is ook dit onderwerp natuurlijk taboe. Ja. Het is er wel, maar je mag er niks over vragen, want dan deug je niet. Desalniettemin, ook met dit, is het de schuld van regeltjes. Dit land is compleet kapot gereguleerd en daardoor is er een cultuur ontstaan wat tot gevolg heeft dat niemand nog maar enige verantwoordelijkheid durft te nemen. En daardoor lopen dingen zoals aanbestedingen compleet mis. Het ligt echt niet aan de mensen op de werkvloer bij Rijkswaterstaat, om maar eens een voorbeeld te noemen. Nee. De oorzaak is het hogere management. Mm-hmm. Dat is er ook aan de hand in de gezondheidszorg. De mensen op de werkvloer, de verplegers, de zusters, noem ze maar op. Dat zijn de mensen die keihard werken en hun best doen. Maar het is de laag managers met dik betaalde salarissen waar het misgaat. Die managers zitten er omdat ze manager willen zijn en niet vanwege hun passie voor het vak van weg- en waterbouwer of medicus of iets dergelijks. Nee. Wel in het bedrijfsleven, want die zijn namelijk gewoon begonnen op de werkvloer en later pas doorgestroomd naar het hogere kader. Ja. Maar bij de overheidinstellingen, daar zitten veel al managers die gewoon direct van school al die functie hebben. Want dat kan met hun opleidingsniveau. Daar zit geen passie voor het vak. Die kijken alleen maar naar cijfertjes. En wat gebeurt er als ik dit of dat doe? Want dan zou zomaar mijn baan op de tocht kunnen staan. En als ze al verantwoording willen nemen, dan is er altijd weer een laag daarboven die nog erger is als wat ik net omschreef. Dat soort types is net als ministers. Nemen Hugo de Jonge, ook berucht onder de naam Prikpooier, ooit opgeleid als leraar en via het Old Boys netwerk kwam meneer op volksgezondheid. En dan zomaar zitten ze op volkshuisvesting. En geen enkele passie met volksgezondheid en ook niet met de volkshuisvesting. Die zit daar dus omdat hij de manager wil uithangen. En dat mislukt volledig, want er is totaal geen enkele passie voor het vak. Nederland moet weer gerund worden door vakidioten. Door lui die van kinds af aan eigenlijk al wisten wat ze willen worden. We kijken te veel naar het opleidingsniveau en eisen en tekort naar passie. Ik ken ze hoor, de mensen zonder diploma, maar met passie en een goed stel hersens. Die rekenen zo'n bestek voor de vervanging van een Van Brienoordbrug uit op de achterkant van een sigarendoos. En als je tegen dat soort types zegt dat kreng er binnen die en die tijd moet liggen, zonder gezeik eromheen, dan komt het voor elkaar. Dat zijn namelijk vakidioten die al op de kleuterschool wisten dat ze dat wilden. Maar dit land gaat het niet redden, want deze categorie wordt nooit manager. En dat is maar goed ook, want anders kwam er echt niks van de grond
Want deze mensen pakken de leiding op de werkvloer momenteel. Ja. Deden ze dat niet, dan zaten daar ook managers en dan gebeurde er helemaal geen reet. Het ergste is nog, het wordt alleen maar beroerder. We gaan naar nog meer regulering in plaats van deregulering. En niemand durft echt zijn mond meer open te doen. You're not much if you're not Dutch. En om maar, op zijn Rotterdams te eindigen, we moeten niet lullen, maar poetsen. Maar goed, ik wens u een aangename dag verder. De bruggen van Teso vervangen, ik schat 2030. Ja. Zover? Ja. Zover, ja. Allemachtig, ja. Ik kwam ook iemand van de waterschappen tegen, een veldwerker bij ons in Langweer. Die noemde het ook al waterhoofdwaterschappen, inderdaad. Ja. Dus er waren gewoon zoveel communicatiemanagers bijgekomen. Ja. En programmamanagers, gebiedsontwikkeling, bla bla bla. Ja. Misschien moet je wel gewoon voor een echt beroep hanteren. Als je een kind niet in één zin kan uitleggen wat je doet, heb je geen beroep. Nee. Een visser vist. Een bakker bakt, een schrijver schrijft. Nou, dat is nog uit te leggen. Maar als jij programmamanager, sector, gebiedsontwikkeling, aanjager, houd toch op. Duurzaamheid on the third floor bent, dan lul je dus alleen maar. Maar we weten toch allemaal wat er qua regelgeving in de Waddenzee, wie dat bepalen. Dat zijn programmadirecteuren, dat zijn programmamanagers. Houd toch op. Ja, Vraag het gewoon aan mensen op de werkvloer. Ja. En dan maar geen titel voor je naam. Dus je kunt ouders, je kunt voor echte natuureducatie, kun jij je kinderen gewoon mooi aan de TX-team bij Frido aan boord sturen. Absoluut. En dan worden ze 2 uur lang gedrild in echte natuureducatie. Ze voelen de krabben, ze kunnen de garnalen eten, ze leren ook garnalen pellen. Hè? Wat was het ook met drukkend zien, ook in het Duits? Drukkend reën zien. Drukkend reën zien, ja, precies. En dan krijgen ze echt voeling met hoe de natuur echt is. Ja. En ook niet volgzaamheid. En dat is ook het verontrustende wat je nu in het onderwijs ziet. Daar worden kinderen ook niet meer getoetst op kennis. Maar ze worden getoetst op volgzaamheid. Ja. Of ze in de groep passen. De geaccepteerde mening. Of ze die kunnen reproduceren. Ja, en als ze een andere mening hebben, dan worden ze buitengesloten. Ja, maar nog veel erger wat dan ook gebeurt. En daar gaan we zeker ook op interessante tijden nog aandacht aan besteden. Dan krijgen ze een pathologie op zich geplakt. Van, ja. Je hebt een syndroom. Dat wordt dan ook wel. Ja, ben je een autist. Ja, of je bent niet goed een dit, in je bovenkamer. Of, ja. Ja. Dus een hele dure manier. Een hele deskundige manager manier om te zeggen, gij zijt gek. Want op de een of andere manier zeg jij iets wat mij niet aanstaat. Maar dit is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk gewoon ook een woke. Dit komt gewoon bij de woke gemeenschap vandaag. Nou, als je dit doorleest ook. Ja, het is vreselijk. Ik kan het, Youth in Charge, de Ambassador School. Ja, dat is gewoon Extinction Rebellion voor de vroegste jeugd. En dan staat bijvoorbeeld een impact top 10 van de gemiddelde Nederlander. En dan staat natuurlijk jouw spullen, nou dat moet er allemaal af. Vlees en vis moet er helemaal af. Maar hier, dat is dus het rare. Die kindertjes worden ook mede door. Kijk, hier staat zelfs een. Bij een vis staat niet van ha, lekker. Nee, maar wat staat daar? Uitputting wilde voedselbronnen, aantasting natuurlijke omgeving. Ja, ook bij een trekker. Ja, de trekker staat ook landgebruik en ontbossing. Ja, daar staat niet de boer die jou aardappels geeft en alles. Maar nee, daar staat landgebruik en ontbossing. Als je de hele geest van deze brochure die gewoon van het Europees Parlement komt en die bedoeld is voor jouw kinderen. Wij dus gewoon indirect nog financieren ook, hè, met z'n allen. Nou, indirect, direct. Nou, direct, sorry. Ja. Ja. Moet je ook kijken, spijkerbroek, daar gaat het niet over spijkerbroek hangen bij het dorpsfeest. Nee, het gaat over hoeveel CO2 het kost, hoeveel water. En dat je 2,5% van alle landbouwbegrond beplant moet met katoen. Voor een gebied dat 10 keer zo groot is als Nederland. Dus dan word je. En daar adem je de hele tijd de geest van een soort neo-communistische. Maar dit is dus de realiteit vanuit de politiek en ook in het onderwijssysteem. Ja, maar die kindertjes worden van kleuter af aan worden ze al geïndoctrineerd. Ja, maar kijk, wij hebben dat nog niet meegemaakt. We zijn nog relatief normaal opgevoed. Ja, maar dat ik als kind. Gingen wij naar de Schelling met de Pinkster. Mm-hmm. En als kind zijnde, mijn vader die zei toen al, joh, het komt zo af, toen vader gewoon midden op het wat zeg maar, het komt zo af dat de dieren die moeten uit de kooien vandaan en de mensen worden gekooid. Ja. En daar werden wij als kind zijnde al bang van dat hij dat zei. Ja, en nu zitten we 30, 40 jaar. Hoe kwam hij daarbij? Omdat dat hij begon te vissen, was alles nog vrij. Ja. En, daar had Ewout het ook over, met zijn eigen kottertje, met zijn vader. Nou, precies, want ik heb dat gezien. Ja. En op een gegeven moment toen, en dat is ook de reden dat hij ermee gestopt is. Op een gegeven moment toen moesten we een logboek invullen. Mm-hmm.
En van het logboek wordt het een elektronisch logboek. Ja. En van een elektronisch logboek wordt het een satellietvolgsysteem. Ja, en van een satellietvolgsysteem wordt het een black box. En van een black box wordt het, en daar gaan we nu naartoe, wordt het camera's aan boord zelfs. Camera's aan boord. Dus dat je wordt bespioneerd als een stel criminelen. Er wordt van tevoren al vanuit gaan kijken, want ik heb die discussie natuurlijk ook vaak. Bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur zegt, wij rijden al jaren met een tachograaf. Maar dat is wanneer de politie of de overheid jou verdenkt van een strafbaar feit, kunnen ze die tachograaf uitlezen. Een visserman wordt gewoon 24 uur per dag gevolgd. Ja, en sterker 24 nog, uur per dag, ja, 7 dagen in de week. Hebben we ook op interessante tijden besproken, want wat werd dan, er werden de VMS-data werden door de OSPAR-commissie gebruikt. Ja, maar dat is ook zoiets. 54% van de Noordzee is aangetast door visserij, zeggen ze. Ja. Maar wat is die aantasting? Dat is alleen maar aanwezigheid. Ja. En er wordt eigenlijk dus iets positiefs, wordt negatief geframed. Ja. Het feit dat je daar graag komt, omdat je daar veel vangt, oftewel iets goeds ook voor de natuur. Terwijl er ook zeg maar uit die data niet te halen is of iemand daar daadwerkelijk gevist heeft. Want het kan ook zijn dat hij dat hij alleen maar gewoon vaart. Dat hij er alleen maar vaart. Maar al zou hij het gebied maar al helemaal platvissen. Maar je ziet het gewoon, dan, let maar eens op, kijk maar eens naar de dingen. Alle plekken waar windmolenparken gesitueerd worden, dat zijn plekken die van oudsher altijd veel bevist werden. Ja, ja. Dus ze hebben eerst data verzameld met die VMS. En vervolgens worden juist daar worden de windmolenparken gerealiseerd. Ja, of is het ook een beetje never waste a good crisis. Net als bij waar we net mee begonnen, die slimme meter. Ja. Die lag er al sinds 2001. Maar ze zaten nog te wachten op een manier. Om het te benutten. Ja, ja. Even een crisis. En als die crisis er dan is, dan kan je dat doen. Als de crisis niet erg genoeg is, dan verzinnen we weer een andere crisis. Precies. Maar, en dat begon al bij de Club van Rome. Ja. En daar zit ook een beetje ons afsluitend. Want ja, anders komen we weer bij twee Noorse oude mannen die, eigenlijk gewoon de hele maatschappij kraken. En denken van ja, eigenlijk kill yourself. Maar we zijn maatschappij kritisch. Ja, nee, oké. Okay, maar er zijn dus nog wel plekken waar je nog gewoon normaal je kinderen aan kan toevertrouwen. Bij jou is dat toch zo? Jij kan lekker aan boord ze gewoon weer een beetje nuchter maken of zo. En je zei ook, dat is ze ook gelukt. Het is jou bij mijn neefje ook gelukt. Ik heb het jou bij veel kinderen zien doen. Die worden hartstikke laaiend enthousiast. Die worden dan gewoon weer kind. Kinderen moeten gewoon ervaren wat het is om te vissen. Die moeten gewoon ervaren, maar ook op een boerderij. Ja. Je hebt hier ook een boerderij, daar kan je naartoe, bezoekboerderij. Ja. Ja. Daar leren kinderen wat het is om wat dieren zijn, wat Die moeten met hun handen in de prut. Ja. En denk je dat zou toch in ieder geval, ondanks die hele, dat je eigenlijk beweegt richting een totalitaire bureaucratie, of eigenlijk zit je daar al in, die automatisch ook een bepaalde volgzaamheid creëert. Dat zag je in ieder communistisch regime ook. Hè? Iedereen wist wel dat er gelogen werd. Maar men loog ook dat men over de leugen zelf. Men ging daar maar in mee om, men houdt elkaar in een greep. Ja. Dus hoe kun je uit die greep komen? Is dit niet één manier? Gewoon alleen al bij de opvoeding? Ja, zeker. En niet alleen. Kijk, het moet natuurlijk. Want jij voedt zowel de ouders op. Nou, hier aan boord, een beetje. Probeer. Dat of je stond ze helemaal af. Ik heb die zure gezichten gezien van die PvdA'ers aan boord toen ik met jou mee was. Van, je moet natuurlijk uitkijken. Ik kon wel wachten hoor. Maar. Maar kijk, het is natuurlijk de bedoeling als gasten met ons meegaan dat ze wel een leuke ochtend of een leuke middag hebben. Je moet natuurlijk uitkijken dat je niet. Want het is voor jezelf ook niet meer leuk. Nee. En dat is ook een van de redenen waarom ik blij ben dat mijn zoon het over wil nemen. No. Want als ik kijk wat ik zeg maar 20 jaar terug zei. Mm-hmm. En wat ik nu kan zeggen. Dan zou ik diep in mijn hart gelijk vandaag stoppen. Is het al zo erg geworden? Ja, het is zo erg geworden. Dus het incident met natuurmonumenten. Was al geen ding op zich, maar past in een trend van dat je sowieso steeds minder. Ja. Als je kijkt wat je 20 jaar terug nog kon zeggen, mm-hmm. En al was het alleen maar een beetje humoristisch bedoeld, dat kan je nu niet meer doen. Nee, maar mensen kunnen ook niet meer relativeren. Helemaal niet meer. Nee, dat merk ik ook overal om me heen. En dan heb ik het gedaan of ik ben gek. Van de zomer moest ik een weekje varen met ons andere schip, met de Texel 20. Mm-hmm. Want in principe is mijn zoon schipper op deze en ik vaar dan zelf met de Anna. Okay. Ik moest een weekje varen met Texel 20, want mijn compagnon die ging op vakantie. En maandagochtend, 10:30, gingen we varen. En ik vertel, we hebben twee toiletten. Ja. Een stuurboord en een bakboord. In een van de twee toiletten zit een webcam. En ik zeg niet in welke, maar die maakt iedere 5 minuten een foto. Nou, dat kun je al niet zeggen. Vervolgens zei ik ook nog, er staat niet op welke toilet voor wie is, dat genderneutraal, en zo zei ik het letterlijk, ik zeg dat genderneutrale gedoe,
Ik zeg, daar hebben wij nooit aan meegedaan, want dat hebben we altijd al gehad. Ja. Wij hebben nooit vanaf dag 1, mannentoilet, vrouwentoilet, er staan gewoon geen bordjes op klaar. Nee. Toen kwam er een vrouw naar de sturen toe, ze zegt tegen me, ze zegt, nou, ze zegt, ik vind het zo fijn dat jullie een geen genderneutraal toilet hebben. Of tenminste, dat alle toiletten genderneutraal zijn. Maar ze zegt dat je dat op zo'n manier vertelt, vind ik dan, ja, dat kan eigenlijk niet door de bocht. Oh jee, dus je had niet alleen die piratenvlag hier al moeten hebben, maar dat ook de regenboogvlag, maandagochtend. Ja, ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, maar wat wilt u nou? Ik zeg, wilt u in discussie gaan? Want ik denk, ik ga er met gestrekt been in, ja. Ik kan hem krijgen. Ja. Nou, nee, ik ga naar buiten, want het is ook mooi weer. Ja. Maar als je dat elke dag hebt, die discussie, hè, en ook met... Dat heb je ook echt daadwerkelijk in het hoogseizoen? Ja, dat heb je iedere dag. Ja, echt waar? Als jij garnalen in de kookketel gooit of je laat een vis per ongeluk vallen, ja, ik bedoel, wat kan gebeuren? Ja. Ja, joh, hou op. Ja? Ja. Gewoon een schok van verontwaardiging? Dat is ook als je recensies leest. Oh, dat mensen kunnen bij jouw website dan posten van hoe was het? En dan zeggen ze Frido de dierenbeul en ja, echt letterlijk? Ja. Dus zover gaat het al. Dat is nu veel meer dan 20 jaar geleden. Ja, dat is vanaf 94 tot nu toe, dat wordt steeds erger. Wordt steeds erger. Maar dat is niet alleen bij ons zo. Hè. Dat is bij alle dingen waarbij je te maken hebt met de natuur. Ook op bezoekboerderij, noem het maar op. Maakt niet uit. Het is overal precies hetzelfde. Ja. Het wordt al erger. Ja. En dat is jammer. Want nogmaals, bij ons ga je mee voor je ontspanning. En ik vind het leuk om te doen. En ik doe het al heel lang. Maar het wordt wel steeds moeilijker om het nog leuk te blijven vinden. Zeg maar. Ja, terwijl een beetje jouw Texelse hardcore Trump-poëzie is er natuurlijk ook een beetje om het voor jezelf leuk te houden. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Anders wordt het een saaie bende. Ja. Ja. Ah, daar hebben we al bezoek. De schrijvende visser voor de volgende aflevering. Kom er even bij in. Dat wordt knippen. He, maar nou nog even een laatste vraag daarover, want we wilden toch een beetje hoopvol afsluiten. Ja. Ouders kunnen, net als bij een beetje normale boer, kunnen ze hun kinderen hier en ook zichzelf kunnen ze aan jou toevertrouwen. En dan krijg je een normaal realistisch beeld van de natuur, ja, hoe je eruit kan oogsten. Ja, je kunt mee garnalen vissen, je kunt mee het wat op, de zandplaat op midden in de natuur. En je kunt de zeehonden hier kijken. Je hebt ook al nogal wat concurrentie erbij gekregen, zag ik in de afgelopen jaren. Ja, maar goed, ieder concurrentie of conculega's. Net als bij vissers natuurlijk. Net hoe je het ziet. Ja. Ik bedoel, je moet uitgaan van je eigen kracht en je moet het ding goed doen. Of proberen goed te doen. Ja. En ja, wat is dan concurrentie? Ja, maar dan ook nog als laatste vraag. Is het dan toch niet zo dat... Want als ik om me heen gewoon mensen tegenkom, nou, de meeste mensen zijn helemaal niet zo. Die moeten ook niks van die klimaathysterie hebben en ook niet die genderbende en zo. Is het niet gewoon zo dat een kleine minderheid steeds vocaler is geworden? Zeker, ja. Dat het niet is? Ja, dat is het. En de rest gaat daar volgzamer in mee. Dus er is ook iets bij die rest gebeurd. Die kleine minderheid, die heeft wel de meeste exposure. Ja. En het meeste geld. Dat ook, ja. Ja. En daar zit natuurlijk ook dat politieke programma achter van de Verenigde Naties. Brussel natuurlijk. Ja, kijk alleen maar eens naar onze staatszenders. Ja. Naar de NPO. Kijk alleen daar maar eens naar. Daar word je toch doodziek van als je er naar kijkt. Ja, ik kijk er al niet meer naar. Ja, goed. Toevallig hadden wij in het hotel gisteravond even weer een televisie. En dan ga je die net al langs en dan denk je van, leven wij nog op dezelfde planeet? Dat is vreselijk. Ja, heb je dat gevoel ook wel steeds meer? Dat je een soort balling, ook zelfs op Texel al een soort balling wordt? Je zal het niet geloven, maar ik heb juist na de verkiezingen, na de laatste Tweede Kamerverkiezingen, en ik zat vorige week dat Trump de voorverkiezingen in Iowa, heb ik echt 's morgens naar CNN zitten kijken. Ja. En alleen maar om te kijken hoe zuur de reacties zijn. Ja, ja, ja. En het was na de verkiezingen, na de laatste Tweede Kamerverkiezingen, dat Wilders natuurlijk enorm veel zetels gehaald. Ja. En die zure reacties op de NPO, in die talkshows, dat vind ik nou vermaak. Ja. Ik zit daar gewoon echt, zit ik naar te kijken en denk van, echt, maar dit is mooie televisie. Ja, het is toch ook een beetje gna. Je kunt het wel zeker van bovenaf opleggen, maar ten diepste willen mensen dat toch uiteindelijk niet. Nee. Ik denk ook zelfs dat... Die echte linkse mensen, die ook hier als toeristen is, hier op het eiland komen. En volgens dan krijgen ze hier een huisje. En dan komen ze hier in de politiek, stemmen ze PvdA, worden ze hier wethouder, burgemeester. Ja, zeker. En dan,
Dat is toch een beetje wat hier ook op Texel gebeurt. Ja, ze drijven dan de jeugd hier weg. Ja, en ja. Daar heb jij het ook heel veel over gehad. Maar ja. Die willen uiteindelijk ook gewoon hetzelfde als ieder ander. En die hebben daar uiteindelijk ook geen belang bij. Maar die bij. Willen dat wel op hun eigen manier. Ja. En dat is vaak niet dat is vaak niet wat de Tesla wil, zeg maar. Nee, want dat is jouw andere thema ook en zo. En dat vond ik, daarom heb ik hier ook zitten. Want je komt erop, nou, net als ik een boek over Groot-Friesland heb gemaakt, van dat je nog iets van je eigen je roots, je wortels, dat je die in ere houdt. Hè, en dat je die ook eerst opgraaft. Want een heleboel mensen weten ook helemaal eigenlijk niks van hun wortels meer en hun geschiedenis en de natuur ook niet en waar ze vandaan komen. Maar dat jij dat ook nog een beetje probeert te verdedigen tegen de erosie die zo ontstaat. Ja. 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 Hoe denk jij dat Texel er over 10 jaar dan uitziet? En kan jij daar op een positieve manier nog een beetje aan bijstellen? Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat de politiek gaat doen de komende jaren. Ja. Kijk, je bent daar toch van afhankelijk uiteindelijk. Je bent daar van afhankelijk. En wat wij nu hebben zitten aan wethouders en raad. Mm-hmm. Ja, gaan wij toch een beetje nog steeds meer de groene kant op. Ja, hè? Ja, er zijn bijvoorbeeld een paar dingen veranderd. Waardoor je bijvoorbeeld als accommodatieondernemer, mm-hmm. toeristisch accommodatieondernemer, mag je bijvoorbeeld geen bedden meer verplaatsen. En al dat soort dingen meer, dat zorgt ervoor dat het toerisme bij ons een beetje stilstaat. Ja. En het toerisme verandert, de gastbeleving verandert. En je moet daarop inspelen. Je moet wel van de politiek de gelegenheid krijgen om dat te doen. Maar als jij een stel politici hebt zitten die zeg maar terug willen naar de tijd van Kniertje, mm-hmm. ja, dan gaat het echt niet worden. Nee, dus het hangt erg af van wat de politiek. Het is de import die hier bepaalt hoe het gaat, zeg maar. Nou, voor een groot deel wel, ja. 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 En daar ageer je natuurlijk ook tegen als oertesselaar. Ja, maar er zijn wel politieke partijen die daar ook tegen ageren. Ja. Alleen want die je hebt toch ook een Tessels belang en zo. En, die en jij was ook voor een eigen politieke partij gevraagd natuurlijk. Trump voor Texel. Ja, toch? Dat vertel je? Ze hebben me wel voor een paar keer voor een politieke partij gevraagd. Ja. Alleen, ik voel me daar niet thuis bij die partij. Dat was? Dat was Hart voor Texel heet het, Hart voor Texel. Oké. Ja. Kijk, en op zich wat hun doen is hartstikke goed hoor. Mm-hmm. Alleen, ik kan nu vanuit mezelf praten. En ik hoef geen verantwoording af te leggen aan wat voor partij dan ook. Ja, maar dan kunnen jouw criticaars dus ook zeggen van, zie je. Zeker. Als hij, hij wil uiteindelijk niet de verantwoordelijkheid nemen. Als er een partij zou zijn waar ik me eigenlijk thuis voel, dan sluit ik me eigenlijk daar gaande bij aan. Ja. Ja. Geen enkel probleem. Nou, Texel voor Trump. Kijk, en denk ik dan. Kijk, en het zou de gemeenteraad ook een stuk levendiger maken. Ja, dat leek mij ook. Dan heb je weer echte betogen. Nou, val ik maar zou je dan niet meteen gecanceld worden? Waarschijnlijk wel. Ik denk dat ik met een kwartier ruzie heb. Maar het zou de boel in ieder geval weer een beetje opschudden. Was je ook zo'n Fortuin-fan vroeger? Of dacht je van... Nee, ik was wel een aardig Fortuin-fan, ja. Ja, zie je wel. Dus dat een beetje Fortuinisme weer terugbrengen op Texel. Ik stem bijvoorbeeld geen Wilders. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Kijk, wat Wilders in zijn asielbeleid wil, dat is dan behoorlijk rechts. Mm-hmm. Maar voor de rest is het partijprogramma behoorlijk links. Ja, hij is ook. Hij heeft die dierenactivist, die Dion Graus erin zit. Ja, en wat die ook tegen visserij en jacht hebben, daar ben je nou ook niet meteen. Het is niet mijn partij, zeg maar, waar ik op gestemd heb. Nee. En, maar weet je wat het is? Je moet gewoon zeggen hoe je erover denkt. En dat veel mensen vinden dat niet leuk. Nee. En als je dan met een dat mag niet meer. Ik mag dat toch ook niet doen, daarom... heb je ook een strafblad natuurlijk. ja, het is ook nog zo. Dat is jou nog niet overkomen? Of, ik... toevallig een paar weken terug moest... Heeft de Gestapo nooit bij jou aan de deur gestaan? Ik moest een paar weken terug bij de burgemeester op het matje komen. Oh, meen je dat, joh? Ja. Vertel. Wij zaten in een horecagelegenheid in de Koog. Ja, ja. En de eigenaar kwam even, die kennen we, dus we kwamen even praatje. Daar waren dus twee boa's. Oh my fuck. Die waren dus qua leeftijd boven de 18, maar onder de 25. Ja. En tussen de 18 en de 25 moet je dus als eigenaar, als ze een biertje bestellen. Ja. Of alcoholische drankje, dan moet je dus een ausweis vragen. Oh ja, my god. Nou, dus die bestelden een biertje en dat personeel was druk, dus die hadden dat nagelaten. Ja. Dus hun kregen een reprimande over het feit dat ze dus niet gevraagd hadden om een ausweis. Oh. En ik vind dat gewoon uitlokking.
Ja. Dus ik had dat in mijn ochtendopinie verwerkt. Ja, die had ik zeker gezien, ja. En hier en daar wat bewoningen bij refereren dan de periode 40-50. Dat zou als opruiming kunnen worden. Ik werd dus gebeld door de secretaris van de burgemeester dat ik moest komen. Ja. En ik moest woensdag om 10 uur op gemeentehuis wezen. Maar ik ben dan wel nieuwsgierig wat zo'n burgemeester dan tegen mij gaat zeggen. Ja. Maar toen bedacht ik mijn eigen, joh, als hij mij wil spreken, dan komt hij maar naar mij. Dus toen heb ik keurig gebeld. Ja. Als de man mij wil spreken, komt hij maar naar mij. Maar dat zegt toch ook wel dat je in ieder geval op hoog niveau al met jouw ochtendopinie binnenvliegt? Ja, blijkbaar. Ja. Ik sta als de burgemeester bij je komt in plaats van een arrestatieteam, zoals bij mij, dan heb je toch al een streepje voor. Ik heb op Tessel geen arrestatieteam, dat scheelt. Nee, maar goed, ik sta op de zwarte lijst bij de gemeente waarschijnlijk. Dus, Nou, oké. Okay. Nou ja, ze lezen het met rode oortjes. Hij vond dat ik dat weg moest halen, maar dat is mijn mening. Ja, Dat is mijn mening. Ik mag dat zeggen, dat is vrijheid van meningsuit. Ja. Dus. Trump voor Texel, ik hoor het al wel. Wanneer ga je weer varen en wanneer kunnen ouders zichzelf en hun kinderen toevertrouwen aan klassieke natuureducatie op de TX10 en de TX20? Wij gaan vanaf de krookvakantie weer varen. Althans, dan beginnen we weer, begint het seizoen weer. Oh, wel lekker frisjes. En dan hangt het een beetje van het weer af. Ja. Oh, oké. Okay. En waar kunnen ze boeken bij jou? Dat kan? Garnalenvis op Texel.nl. Bootvarentexel.nl. Daar kun je boeken. Dat staat open. Ja. Dus. En dan kun je ook gewoon een beetje Trumpiaans versterkt en bijgeschoold worden. Nou, wordt bijgeschoold, maar je hebt wel een leuke tocht, zeg maar. Dat is wel ontspanning, hè? Exact. En je leert ook een beetje iets minder die lange tenen van je, hè? En dat tolerantie is ook niet zozeer dat een ander jouw lange tenen moet respecteren. Nee. Dat je moet kunnen incasseren. Ja. Maar kijk, dat is... Er zijn ook bijvoorbeeld een paar linkse gemeenteraadsleden. Daar kan ik echt heel erg mee in discussie gaan. Ja. En daarna afloop doe je lekker samen een biertje. Dus dat kan wel. Zeker, dat is juist het mooie. Is dat ook niet de kern van liever dood dan slaaf? Ja. Ik bedoel, je herkent toch wel, als je maar een bepaalde mentaliteit deelt, je kan van standpunten verschillen. Absoluut. Maar als je mentaliteit maar aansluit, dat je wel oprecht meent. Net als wat je ook bij die natuurmonumenten, veldmedewerkers ziet. Dat is het nou juist. Als je, als je het echt meent. Daar kunnen wij heel goed mee. Ja. Ja, alleen die managementlaag, die staan er heel anders in. Die moeten veel meer luisteren naar de mensen in het veld. Daar hebben we niks meer aan toe te voegen. Nee. Dus Trump voor Texel, managers weg, de veldmensen weer de baas. Nee. En dan wordt het nog wel wat met Texel en de rest van Nederland. Ik denk het ook. Goed zo. Dankjewel Frido. Dankjewel. En dank voor het kijken. Kijk ook nog even op www.lievedoodalslaaf. Je kunt dit zwarte shirt bestellen. Dat gaat tegenwoordig gaat het ook weer als een speer. De zomer komt er over 6 maanden alweer aan. En hebben we ook windvaste petten. Deze vliegt zelfs bij windkracht 8 niet van mijn hoofd af. Nee, dat waait het nou. Ja, dat waait nou al behoorlijk stevig. Die kun je ook op www.lievedoodanslaven.com bestellen. Daar kun je ook het boek, het fotoboek over Groot-Friesland, waar Texel natuurlijk ook in feite bij hoort. Schitterend boek. De Westpost van West-Friesland eigenlijk een beetje. Kun je daar ook bestellen en dan steun je ook ons om dit soort uitzendingen te maken. Dus... like, subscribe, deel deze uitzending ook. En dan gaan we de volgende keer weer nieuwe leuke reportages maken. Waaronder ook de schrijvende visser. Kijk ook verder nog naar de reportage met Ewout de Grote. De derper uit Egmond aan Zee. Ook een echte liever dood dan slaafman. Die ook in de natuur is opgegroeid. En met zulke voorbeelden willen wij laten zien. Ze zijn er nog wel. Je moet alleen gewoon de goede mensen en elkaar leren vinden. En dan is er nog best wel wat van te maken in een... een beetje neo-communistisch land als Nederland. Ja, zeker. Dank voor het kijken en tot de volgende week. Eiland in de zee. Texel, eiland in mijn hart. Texel, eilandje van goud. Texel, waar ik zoveel van hou. Waar ik zoveel van